Vandaag een antwoord op de vraag van Marielle. Marielle is afgelopen jaar met haar werk naar een nieuwe locatie verhuisd. Een locatie die wat verder weg is van huis, waardoor ze langere dagen maakt door de reistijden. Haar functie is ook wat stressvoller geworden en ze heeft nieuwe collega's en een nieuwe omgeving. Met veel meer verleidingen dan voordien. Marielle heeft gemerkt, zoals afgelopen jaar met al die veranderingen, dat ze voortdurend tussen haar maaltijden door, vooral op haar werkdagen, zit te snoepen en te snaaien. Ook op het terugweg stopt ze bij tankstations, bij thuiskomst duikt ze de kastjes in. Begin dit jaar, meteen vanaf nieuwjaar, had Marielle besloten, oké. Dat was vorig jaar, dat was allemaal, dat hoorde allemaal bij de gewenning van de nieuwe locatie, maar dat moet maar afgelopen zijn. Het moet afgelopen zijn met het gesnoep en gesnaai tussendoor. Maar wat weet Marielle dan uit ervaring als ze dan vervolgens gaat voornemen, ik mag niet meer snoepen, ik mag niet meer snaaien. En dus al die lekkere dingen die bij haar op haar werk, de nieuwe locatie, allemaal aanwezig zijn en ook thuis aanwezig zijn, allemaal moet laten, dat gaat ze niet volhouden. Dus had ze bedacht, ja, dan moet ik op zijn minst een voedzaam, gezond alternatief gaan meenemen. Dus vorige week, vanaf de eerste werkdag, is ze allemaal stukken fruit mee gaan nemen. Appels, peren, bananen, mandarijnen, dat soort dingen. Om maar als een gezond alternatief te kunnen dienen tussen haar maaltijden door. Om deze te snacken en op die manier de ongezonde gewoonte, het snoepen en snaaien van ongezonde snacks af te leren. Wat heeft ze hier sindsdien moeite mee? Want het lijkt alsof de behoefte om te snoepen en snaaien juist groter is geworden. Terwijl haar doel was, ja, dan neem ik een gezond alternatief mee. Een stukje fruit wat zou moeten verzadigen, want het bevat toch vocht en vezels, dat zou moeten verzadigen. Maar het verzadigt haar voor geen meter en haar behoefte om uit die snoeppot te graaien en thuis de kastjes in te duiken is eigenlijk al groter geworden. Dus de vraag van Marielle is, hoe kan dit? Nou, Marielle, eerst moeten we leren begrijpen wanneer en waaruit vooral een verhoogde eetlust ontstaat. Want dat heb jij dus ervaren sinds jij je fruit meeneemt. Een verhoogde eetlust ontstaat wanneer de voedingstoestand in jouw lijf onvoldoende is, waardoor de voedingsstoffen welke aanwezig zijn in jouw bloedbaan, zoals het stofje glucose, niet goed opgenomen en verwerkt kan worden in je cellen en vervolgens daar een tekort ontstaat in energie, waardoor de processen die jouw geprikkelde cellen uit moeten voeren niet goed uitgevoerd kunnen worden. Ontstaat er een onrust en een verhoogde eetlust. Wanneer zul jij verzadigd raken? Jij zult verzadigd raken wanneer er voldoende stoffen aanwezig zijn in jouw lijf, welke een goede voedingstoestand in jouw lijf garanderen. En als reactie daarop hormonen geproduceerd worden, eetlustbeperkende hormonen, welke anorexigenen worden genoemd, die vervolgens het verzadigingscentrum in jouw hersenen prikkelen en dan zul jij rust en verzadiging ervaren. Op basis van de aanwezigheid van deze voedzame stoffen in jouw lijf, waarop de reactie, de productie van deze hormonen is, kan namelijk de opname en verwerking van voedingsstoffen vanuit je bloedbaan, zoals dat stofje glucose, goed plaatsvinden. Deze stoffen verhogen namelijk de insulinegevoeligheid van jouw lijf, wat dus de opname van glucose in je cellen doet garanderen. Wanneer jij sinds afgelopen week merkt, Marielle, toen jij stukjes fruit mee bent gaan nemen om te snacken, dat jij enkel een verhoogde behoefte tot snoepen, dus een verhoogde eetlust hebt ervaren, dan duidt het op het feit dat fruit onvoldoende voorziet in stoffen die de productie van deze eetlust
beperkende hormonen anorexigene mogelijk maken. En ja, als je voeding onvoldoende van deze stoffen bevat en de productie van anorexigene eetlustbeperkende hormonen onvoldoende plaatsvindt in je lijf, ja, dan zul jij geen verzadiging ervaren. En waarom niet? Omdat er dan kennelijk te weinig stoffen in jouw lijf aanwezig zijn om een optimale voedingstoestand te garanderen. En als gevolg daarvan die verdeling van de glucose over de cellen van je lijf ook niet optimaal is. Dat de insulinegevoeligheid in jouw lijf niet optimaal is. Dan moeten we het dus gaan hebben over welke stoffen moeten aanwezig zijn in jouw voeding om een optimale afgifteproductie van deze eetlustbeperkende hormonen mogelijk te maken. En dus insulinegevoeligheid in jouw lijf te verhogen. Anorexigene voorbeelden daarvan zijn serotonine, peptide II en cholecystokinine. Deze worden geproduceerd door kliercellen welke gevestigd zitten in jouw darmen. Peptide II wordt geproduceerd, afgegeven door de kliercellen in jouw dunne darmen zodra en wanneer goed verteerde eiwitten in jouw darmen daar belanden. Cholecystokinine wordt afgegeven, wordt geproduceerd zodra er vetten in jouw dunne darmen aanbelanden. Serotonine wordt afgegeven, geproduceerd zodra de wand van jouw dikke darmen oprekt. En wanneer is dat? Wanneer vocht en voedingsvezels aanwezig zijn in jouw dikke darmen. Dit betekent dat goed verteerbare eiwitten, vetten, en ook vocht en voedingsvezels aanwezig moeten zijn in jouw voeding om optimaal de afgifte van deze anorexigene mogelijk te maken. En dus een hoge insulinegevoeligheid in je lijf te hebben. Een goede verdeling van de voedingsstoffen aanwezig in je bloedbaan over jouw lijf. En om dus rust en verzadiging te kunnen ervaren. Fruit voorziet onvoldoende in eiwitten en vetten om deze optimale afgifte van anorexigene en dus een optimale verzadiging te kunnen ervaren in jouw lijf. Dat wil zeggen, wanneer jij, Marjelle, het snoepen en snaien wil kunnen laten op lange termijn, dan is het belangrijk dat jij alternatieven, voedzame snacks vindt die voldoende verzadigen. Die dus voldoende stoffen bezitten welke de afgifte van anorexigene mogelijk maken. Welke dus voorzien in niet alleen vocht en vezels, maar ook in goed verteerbare eiwitten en voedzame varianten van vetten. Fruit voorziet in vocht en vezels, wanneer je dat nou heel graag mee wil blijven nemen, omdat je dat lekker vindt en makkelijk vindt om mee te nemen, is het dus belangrijk dat je een bron van goed verteerbare eiwitten daarbij meeneemt en ook een voedzame bron van vetten. Waaraan moet je denken wanneer je het hebt over goed verteerbare bronnen van eiwitten? Welke de productie van peptide II stimuleren? Dan moet je denken aan mager vlees, vis, mag ook vette vis zijn. Magere zuivel, yoghurt, kwark, dus wel eiwitrijke zuivel, huttenkees. Magere variant van kaas, liefst wel zonder allemaal van die conserveermiddelen en kleurstoffen. En als je dan kijkt naar de combinatie met fruit, nou ja, dan kun je bijvoorbeeld fruit mengen met huttenkees of kwark of yoghurt. Je kunt ook één dag in de week zelf wat kip braden, want het gaat er wel om dat het niet een voorbereide kip is. En stukjes kip meenemen met bijvoorbeeld wat fruit, druifjes, ananas. Je kunt ook voor die eiwitten kun je wat vis nemen, maar dat vindt niet iedereen even prettig. Een stukje kaas met fruit smaakt ook best wel vaak prima, maar dan moeten er nog vetten bij. Nou, en dat kun je bijvoorbeeld doen door wat noten, zaden, pitten, bij door die yoghurt en kwark met het fruit te doen, bij naast die kaas met het fruit te doen, bij naast die voorbereide kip en de fruit mee te nemen. Wanneer jij dus wil dat je verzadigt de tussendoormomenten, de momenten tussendoor jouw hoofdmaaltijden doorkomt met een voedzame snack welke door die verzadiging maakt dat je de minder voedzame snacks makkelijker links kunt laten liggen, dan zul jij dus je snack moeten voorzien in niet alleen vocht en vezels, waarin fruit dus voorziet, maar ook goed verteerbare bronnen van eiwitten en voedzame varianten van vetten. Fruit
Waarom heeft het jou niet goed kunnen verzadigen en enkel een verhoogde behoefte aan toch nog maar weer te snoepen met zich meegebracht? Omdat fruit wel voorziet in vocht en vezels, maar onvoldoende voorziet in eiwitten en vetten, waardoor de insulinegevoeligheid in je lijf niet optimaal is, de glucose waar het fruit ook nog eens extra aan bijdraagt in je bloedbaan niet optimaal verdeeld kan worden over je lijf en er ontstaat een onrust, ook mede omdat het verzadigingscentrum niet optimaal geprikkeld wordt. Welke maakt dat jij dat snoepen en snijden heel moeilijk kan laten?